Hi iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel van deze video kan zien, gaan we vandaag weer eens een make-up review doen. Iets wat we al een hele lange tijd niet hebben gedaan volgens mij. En we gaan in deze video een aantal producten reviewen waar we heel erg benieuwd naar zijn. Dit zijn namelijk make-up producten van Lush. En deze zijn verpakkingsvrij, dus dat vinden we gewoon heel erg interessant. We gaan een foundation, een concealer en wat highlighters proberen. We gaan ze swatchen en we gaan ze aanbrengen op ons gezicht. En we delen alle bevindingen met jullie uiteraard. Dus geef deze video alvast een duimpje omhoog als je hiervoor excited bent. En abonneer je ook op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. Laten we dan nu beginnen. Nou, de make-up producten komen in deze doosjes. En je zou misschien denken, goh, dat is toch alsnog verpakking. Het is gemaakt van gerecycled karton en er komt hier dus geen plastic aan te pas. Wat een heel fijne gedachte is. En we gaan gewoon als eerste beginnen met de foundations. Er zijn 40 verschillende tinten, wat echt heel erg veel is. En er zijn tinten in warm, neutraal en cool. Nou, wij hebben persoonlijk volgens mij warme kleur nodig. Ja. Of neutraal. Ja, of neutraal inderdaad. Dus soms zit het een beetje tussen. En we hebben hier 3 verschillende kleuren. Dit is de eerste kleur. Dit is kleur 14N. Dus N is neutral. Ja, en dan heb ik hier 15W. Dus de warme tint. En dan hebben we hier ook nog de 16W. En dat is ook een warme tint. En we weten nog niet zo goed welke kleur bij onze huid past. Dus dat gaan we straks eventjes checken. Wat je misschien trouwens ook ziet is dat we het vasthouden aan dit zwarte gedeelte. Dit is een laagje was. En dat zorgt er gewoon voor dat je gewoon je product vast kan houden. En dat je het gewoon aan kan brengen zonder dat je vingers helemaal onder zitten. Maar mocht je dat niet fijn vinden, dan kan je dit er ook afhalen. Oeh, hij glijdt er echt goed overheen. Ja, het voelt echt alsof hij heel erg glad is. Hij bestaat voor 45% uit kokosolie. Het is eigenlijk een medium dekking, zegt Lush. Maar ik vind zeker dat hij wel... Ja, hij ziet er hier best wel goed uit. Qua pigment. Ook die glijdt er echt overheen. Oh je ziet ook echt dat hij veel warmer is van kleur. En de laatste... Zullen de swatches ook even wat beter in beeld brengen voor jullie, zodat jullie goed kunnen kijken naar de kleuren. En ja, ze zitten alle 3 heel erg dicht bij mijn huidskleur. Maar we moeten straks gewoon even op de wang gaan testen. Nou, de producten in deze video zijn alleen online verkrijgbaar. Dus we vinden het een beetje spannend. We hopen echt dat we de juiste kleuren hebben uitgekozen. Maar mocht het niet zo zijn, gaan we gewoon verder met het review op basis van hoe het aanvoelt en dergelijke natuurlijk. Ik breng nu even alle kleuren op mijn wang aan om te kijken welke kleur nou geschikt is. Moet ik wel onthouden welke, op welke plek ik doe natuurlijk. Ik denk dat ik voor die 15W wel kan gaan. Of 16, maar ik zou even moeten kijken welke het beste matcht. Ik denk dat wij dus voor 15W gaan allebei. Om deze foundation aan te brengen kan je gewoon je vingers gebruiken. Een kwast of een spons. Dus we hebben eigenlijk alles. Vind je het goed als ik het gewoon zo over mijn gezicht meestal? Ik vind het helemaal prima. Hier, hier en daar. Hopsa. Ik ga het eerst even met mijn sponsje doen, want dat vind ik altijd het fijnste met mijn andere foundations. Dat werkt wel goed, denk ik. Mijn spons zal wel denk ik wat van het product opnemen. Ja, ik denk het wel. Ik moet zeggen dat ik echt best wel, hoe zeg je dat, verbaasd ben. Ik had verwacht dat het heel heftig aan zou voelen of dat je het heel erg zou gaan zien zitten. Maar het ziet er echt super natuurlijk uit. De dekking is inderdaad wel echt medium, maar zeker wel, ik zie zeker wel dat het dekt. Heb ik de juiste kleur gekozen? Te licht. Ik denk het wel, maar ook weer te... Hierboven is die te licht inderdaad. Oké, ik ga toch heel eventjes voor de 16W. Dan haal ik even een beetje erop. Ik denk dat het heel erg goed is voor je huid. Want Larissa's huid is een beetje, vaak een beetje aan de droge kant. En dit is best wel een vettig product. Maar het voelt heel erg voedend. Dus ik doe het nog een klein beetje op mijn wangen, want die zijn wat roder. Natuurlijk gaan we zo meteen ook nog met de concealer aan de slag. Want ik heb heel veel plekken die dat mogen kunnen gebruiken. Mm-hmm. Maar deze match vind ik wel heel erg goed. Hij is echt... lekker geel. Dus echt voor alle Asians onder ons. Die vooral altijd op zoek zijn naar gele foundations. Eindconclusie over deze foundation. Ik moet zeggen, ik vond hem net als Larissa wel heel erg lekker aanbrengen. Hij is wat vettiger. Dat komt echt door die kokosolie. En ik vind dat heel erg prettig. Vooral in het najaar. Mm-hmm. Het voelt gewoon creamy. Het plakt misschien lichtjes, maar niet echt, vind nee, ik. Het is zeg maar niet anders dan andere foundations. Ja. Ja. En in mijn geval, ik heb altijd een glimmende T-zone. Dus ik moet er eigenlijk altijd wel een poeder overheen doen. Dus dat zal ik ook zeker nog wel doen hierna eigenlijk. Maar hoe die aanvoelt en zo is wel heel erg fijn. En wat Larissa al zei, medium dekking is het zeker. Ja, ik vind het resultaat ook heel erg mooi. Ik zie het niet heel erg duidelijk zitten op jouw huid en ook niet op mijn eigen huid. Gaan we door naar de concealers. Deze concealers heten de Trick Sticks en zijn gemaakt van Fairtrade Biologisch Aloe Vera Poeder en Bio Shea Butter onder andere. Het is dus een concealer, maar je kan hem ook gebruiken als een contour of als een bronzer. Deze heeft ook wel een hele mooie fijne punt, wat natuurlijk handig is om het onder je ogen aan te brengen. Mm-hmm. En ook hiervan hebben we weer 2 kleuren. We hebben de 17N en dat is een wat donkerdere kleur dan de andere. Dat is namelijk de
10C. Dus dit is voor een koele ondertoon en dit is voor een neutrale ondertoon. Dus laten we ze eerst eventjes gaan swatchen, want ik ben heel erg benieuwd naar deze dekking. Oh, ik vind dat puntje wel fijn. Op het eerste gezicht weet ik niet of deze dekking beter is. Deze is een stukje donkerder, dus ik denk dat deze ook wel heel erg mooi is om mee te contouren. Vooral in mijn geval omdat ik ietsje lichter ben. Maar ze glijden weer als boter. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit een stick concealer gebruik, omdat die vaak een beetje in mijn lijntjes onder mijn ogen gaat zitten. Mm-hmm. Dus ik ben wel benieuwd wat ik van deze vind. Soms vind ik ze net iets te heftig, zeg maar. Dat het heel snel een beetje aankoekt. Mijn neus? Ja, nee, dat doe ik nooit. Ja, ik doe dat wel. Ik ga geen nieuwe techniek in uw neus proberen. Oh. Dan zou je zien dat het compleet misgaat. Het blendt zo weg. Het smelt een beetje in de huid. De Trick Sticks, wat vinden we er nou eigenlijk van? Ik vind als concealer is de dekking voor mij net niet goed genoeg. Het is net als de foundation, denk ik, een medium dekking. Mm-hmm. En dat is gewoon voor mij niet voldoende. Ik zie wel op camera dat het wat een highlight effect geeft. Maar nogmaals, sticks zijn gewoon niet mijn favoriet. Ik heb het idee dat je het ook een beetje kan zien onder mijn oog. En dat vind ik dan niet zo prettig. En ik denk dat het wel nog... dekkender mag voor mij. Ik vind dat het eigenlijk een beetje... dat je hetzelfde effect kan krijgen met de foundation. Ja, mee eens. En de formule voelt best wel hetzelfde. Het is echt gewoon heel zacht. Smelt een beetje als boter. Blendt heel erg goed in de huid. Vind ik persoonlijk heel prettig. Want het geeft een beetje die mooie glowy look. Maakt het heel natuurlijk en zo. Dus ik zou inderdaad persoonlijk de concealer wel als... als bronzer gebruiken. Als bronzer en als contour willen gebruiken. Maar inderdaad minder als... concealer. Gaan we door naar het volgende product en dat zijn de highlighters. Zoals jullie misschien vast wel weten zijn wij dol op highlighters. Dus ik ben heel erg benieuwd om hiermee aan de slag te gaan. Ja. Wij hebben 3 verschillende. Deze highlighters worden ook wel de glow sticks genoemd. Er zijn er heel veel verschillende. Ik heb ook zelfs groene gezien. Groene. Paarse. Echt wat gekkere kleuren. Maar we hebben ook wat. Er zijn ook gewoon wat normalere kleuren. Zo hebben wij hier bijvoorbeeld een hele mooie. Ja, ik zou het zeggen. Een champagne. Hele lichte persikachtige kleur. Dan heb ik hier een hele mooie gouden variant. En dit is een beetje een bruin-rossig-achtige kleur. Bijna een roze-achtige kleur. Ja. Ze bestaan onder andere uit kokos, argan en jojoba olie. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze weer super creamy zijn. En makkelijk aan te brengen zijn. Zoals de concealer en de foundation. Dus laten we ze weer gaan swatchen. Ik merk dat hij wel over de huid glijdt, maar hij voelt wat harder aan. Wat mij best wel verbaast iets, eigenlijk. Iets stugger of zo. Ja. De kleur is wel heel erg mooi. Het is best wel een stuk zilverachtig. Ja, het is veel zilver. Veel minder warm. Ja. Ook deze inderdaad weer voelt best wel wat harder aan, wat stugger. En hij is wat. De glitters zijn wat chunkier. Oh ja, het zijn wat opvallendere glitters. Deze is ook weer wat... Ja, het is wat droger of zo lijkt het. Oh, dit is wel een hele mooie kleur. Dit is denk ik de meest natuurlijke kleur van alles. En hier vind ik de glitters ook veel fijner. Die van de gouden, die zijn gewoon voor mijn gevoel echt glittertjes. Ja. En van de champagne en die roze zijn echt zachte parelmoerachtige glansjes. Gaan we dit op onze foundation... een lijntje trekken of trek ik dan al die foundation van mijn gezicht af? Vind ik ook een lastig. Ik vind het eigenlijk heel erg leuk om het wel gewoon direct aan te brengen. Omdat we dat net ook eigenlijk al de hele tijd hebben gedaan. Maar het is een beetje een risico wat er gaat gebeuren. Maar dat is misschien juist wel heel erg leuk. En ik ga het... Kunnen jullie het zien? Ziet er mooi uit. Ik doe het gewoon met mijn vinger, want dat vind ik toch het makkelijkste. Want... ik heb het idee dat ik mijn foundation een klein beetje aan het afduwen ben als je hier kijkt. Ik zie het. Dat is een beetje jammer. Dat had ik misschien toch niet moeten doen. Want ze zijn wat... ja, we voelden het net al wat ruwer. Wat ruwer, wat droger. Want ik merk ook dat ik het niet zo heel goed kan uitblenden. Maar weet je wat het is? Ik ga hem heel even opwarmen eerst op mijn hand. Dat is een goed idee. Dat ga ik ook even doen. Oh ja. Ja, het ziet wel echt goed, die glow, hè? Zou het ook dan misschien anders zijn als het in de zomer is? En het is gewoon warmer binnen? Ja, ik denk wel dat je dan alle producten die we hier hebben het beste in de koelkast kan bewaren. Want wij hebben bijvoorbeeld deze zomer ook de vaste vorm zonnebrand van Lush geprobeerd. Super fijn product. Echt waar, die kan ik iedereen aanraden. Dat is de Sunblock. En ja, die was in de zomer op een gegeven moment wel even gesmolten bij mij. Omdat ik hem ook nog eens in de zon had laten liggen. Dus dat was niet zo slim. Dus ik denk dat dit soort producten ik er het beste in de koelkast bewaren. Maar het is nu najaar, dus... nu zitten we wel safe, maar in de zomer is dat wel veilig. Wat vind je ervan? Ik heb eindelijk weer kleur in mijn gezicht. Ik gebruik eigenlijk nooit blush. Maar dit is natuurlijk een highlighter en blush in één. Dus ik heb wel wat meer gezonde glansen en kleur op mijn gezicht. Oeh, het is een hele mooie kleur. Ja. Zeg maar niet te
clownesk of zo. Weet je, nee, dat is juist. Niet opvallend. Nou, onze conclusie van de glow sticks is... Ten eerste, ik vind het gewoon een heel leuk, schattig formaatje. Ik denk dat je hier echt wel een hele lange tijd mee gaat doen. Mijn favoriet zijn wel deze twee. Omdat ik gewoon het resultaat van deze net iets mooier vind. Dan van de gouden die wat grovere glitters heeft. Dat maakt het net ietsje... Natuurlijker. Ja, maar dit kan natuurlijk voor de feestdagen wel weer interessant zijn. Als je een beetje van dat opvallende houdt. Je ziet ook echt hier wel een hele mooie gezonde glow. Dus zeg maar niet een... Weet je, als een opvallende, fleeky Instagram glow. Ja, zoals we dus al zeiden, zijn ze wat harder, wat droger. Wat minder soepel glijdend over de huid. Wat ik wel persoonlijk jammer vind, omdat je het daarom dus moet opwarmen. Dus dan doe je eigenlijk een extra stap en ben je net iets langzamer. Ja, je bent ook net iets minder zuinig met het product. Nou, ik denk dat veel van jullie Lush eigenlijk vooral kennen om die badbruisballen. En natuurlijk de heerlijke geuren en alle haarproducten en dergelijke. Maar ik vind het super leuk dat wij nu ook kennis hebben kunnen maken met de make-up producten bij Lush. Ik vind het sowieso echt top dat het dus dat zero waste idee heeft. Het zit natuurlijk nog wel in papier en er zit een beetje wax omheen. Maar voor de rest heb je gewoon geen afval dat je creëert. Het enige nadeel is dat al deze producten wel alleen online te koop zijn. Waardoor het dus misschien een beetje lastig is om uit te zoeken welke kleur nou het beste matcht bij jou. Maar ik moet zeggen, wij hebben gewoon allebei een foundation kleur die gewoon een goede match is. Dus dat hebben we heel goed gedaan. Ja. Ja, de linkjes naar alle producten die zullen we in de beschrijving zetten. Mocht je er benieuwd naar zijn, dan kan je in één klik gewoon meteen alle informatie bekijken op internet. Dat is misschien wel heel erg prettig om te doen. En dan bedanken we jullie heel erg voor het kijken. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je uiteraard niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dus nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel graag weer terug in de volgende video. Doei! Doei.